Wout, jij kan met opgeheven hoofd afscheid nemen van La Roche. Een tweede plaats vandaag in de daguitslag en een tweede plaats in het klassement bij de BMC. Je hebt hier echt supergoed gereden. Ja, ik had niet verwacht op voorhand eigenlijk. Ik ging beter als gedacht. Het was natuurlijk wel heel zwaar, maar het ging heel goed eigenlijk. Vooral vandaag. De laatste dag was eigenlijk mijn beste dag. Ik was vrij goed gerecupereerd van gisteren. De eerste dag was wel echt heel zwaar en de tweede dag had ik het dan wat moeilijk. Vandaag ging het echt heel goed en kwam ik goed mee. Ja, had vorig jaar ging jij hier naar huis met de vijfde plaats. Nu word je tweede. Dat is echt een sterke verbetering. Je doet heel graag cross-country rijden, maar heb je nog meer marathons in het verschiet voor de toekomst? Marathons doe ik eigenlijk niet echt zoveel. Het was eigenlijk vooral voorbereiding naar volgende week, naar de Wereldbekers toe. Maar ik denk dat ik nog het BK marathon rijd. En voor de rest focus ik eigenlijk vooral op cross-country. Wout, bedankt jou even gesproken te hebben en heel veel succes in Halmstad. Ja, bedankt.